Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 8 februari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Zweden ziet af van DAB en DAB+. Een voorstel om tussen 2017 en 2022 FM uit te faceren en geheel over te schakelen is afgewezen. Het besluit markeert het einde van een periode van wel 24 jaar, waarin ononderbroken door marktpartijen is geprobeerd om Zweden te laten overschakelen naar het systeem. Al in 1992 startte de Zweedse publieke omroep SR met proefuitzendingen in DAB rondom de hoofdstad Stockholm. Sinds 1995, hetzelfde jaar waarin de BBC DAB introduceerde in het Verenigd Koninkrijk, worden de programma's in die regio naast FM ook in DAB Plus uitgezonden, of in DAB uitgezonden zonder Plus. Sindsdien is de officiële uitzending uitgebreid naar 4 Zweedse stedelijke gebieden, waarbij echter tegenwoordig zowel in DAB als in DAB Plus wordt uitgezonden. Probleem is echter, niemand luistert. De Zweden lusten de digitale uitzendingen niet. Besloten is nu dat vanwege de geringe belangstelling de publieke omroep het DAB-platform verplicht moet verlaten. SR heeft nu aangekondigd er bij de overheid snel op aan te dringen om hun programma's via internetstreams te mogen aanbieden. Een derde van de Zweedse luisteraars luistert tegenwoordig online, mede dankzij het relatief grote smartphonegebruik via de aanwezige 3G, 4G en LTE-netwerken in Zweden. Er zijn 2 exportanten van DAB en DAB Plus in Zweden die later dit jaar vergunning krijgen om zelf netwerken hiervoor uit te rollen, Bauer en MTG. Het wordt echter betwijfeld of die hun plannen bij de huidige ontwikkelingen nog zullen doorzetten, omdat 60% van het luisteraarspubliek in Zweden een trouwe luisteraar is van de publieke omroep SR, die dus niet meer op DAB of DAB Plus te beluisteren zal zijn. Opmerkelijk is hoe anders de situatie in buurland Noorwegen is, waar DAB zonder Plus al in een bijzonder vroeg stadium door de bevolking is omarmd. Vandaag aan het einde van de uitzending een kort stuk digitale uitzending met 8PSK 500. Let op, dus niet 8PSK 1000, maar 8PSK 500 rond 750 hertz. Dit omdat het vermoeden bestaat dat codes, Reed Solomon codes, voor centrale frequenties ergens boven 1000 hertz soms de mist ingaan. We laten de boel daarom als test wel weer automatisch schakelen, omdat dat bij de lagere frequenties inderdaad meestal wel goed gaat. We beginnen daarom met Morse, voorafgegaan door een Reed Solomon code voor FL-Digi, om naar Morse om te schakelen en daarna een paar seconden 8PSK 500. En vervolgens is er ook nog een plaatje in BW8, dat wil zeggen 8 seconden lang in SSTV, dat je bijvoorbeeld kunt ontvangen met het programma MM-SSTV. Vanwege de eerdere discussie over de modulatie van de uitzendingen zullen we voorlopig wat zuinig aandoen met Contestia tijdens het gesproken deel van de uitzendingen. Het datagedeelte zal daarom de komende weken steeds aan het einde van de uitzendingen zitten. Eergisteren op 6 februari vond er in Taiwan een aardbeving plaats van 6,4 op de schaal van Richter. Veel gebouwen raakten beschadigd en ook stortten diverse gebouwen in. Vanwege de zoektocht naar vermisten is er een noodnet actief op 70-60 kHz. De meeste verbindingen lopen daar vanwege stroomuitval met lage zendvermogens. Reservefrequenties voor dit noodnet zijn 70-50 kHz en 35-60 kHz. Amateurs wordt verzocht om rekening te houden met propagatie in de richting van Taiwan en om zo nodig de 3 betreffende frequenties 70-60, 70-50 en 35-60 zoveel mogelijk te mijden. Afgelopen weekend is het Decars magazine weer verschenen. Het magazine kan zoals altijd gratis van decars.nl worden gedownload. Dit keer met onder andere een groot artikel in meerdere delen over de bovenregionale repeaters en het Scope Hobbyfonds. Verder is er aandacht voor verschillende radiomarkten, Decars Computer Talk, zelf frontjes maken, het trending topic Red Pitaya, Whisper, EMC met een verhaal over storende zonnepanelen en nog heel veel meer. Behalve het artikel in Decars magazine gaat Johan PA3ANG ook op zijn website nog in op de Red Pitaya en met name hoe je dit meetplatform kunt inzetten om er een korte golfzendontvanger mee te maken. Zie hiervoor de website van Johan www.pa3ang.nl. De werkgroep Internet VSZA zoekt een grafisch vormgever voor het ontwikkelen van de VSZA-website huisstijl. Deze huisstijl moet eenvoudig toe te passen zijn en modulair, zodat stijlelementen ook overgenomen kunnen worden op de bestaande afdelingssites. De voorkeur gaat uit naar een ontwerper, V-M, die bekend is met CSS, HTML5, Mobile Web Design, Inverted Pyramid en die bereid is te participeren in diverse inspraakrondes. Aanmelding gaat via Simon, pa9tv@vsza.nl. Komend weekend is er op zondag weer een Fox O-ring radiojacht in de buurt van Amersfoort.
De gegevens zullen inmiddels bekend zijn, maar die staan bovendien op behoorlijk veel websites. Inschrijven kan zondag vanaf 12:30 en de jacht begint om 1300 uur en duurt ongeveer 2 uur. Belangrijk is om een werkende pijlontvanger mee te brengen en een goede batterij. Er zijn overigens enkele leenontvangers beschikbaar. Verder moet je een liniaal en een kompas meebrengen. Een Fox O-ring is volgens Wikipedia een vossenjachtwedstrijd waarbij het op tijd aankomt. Behalve op pijlen komt het daarnaast ook aan op navigeren met kaart en kompas. Plaats delict is nabij Pannenkoekenhuis Bergzicht aan de Doornseweg 23 in de plaats Woudenberg. En dat is nabij Leusden en Amersfoort. Je zou het vandaag niet zeggen, maar het weer wordt die zondag gewoon fantastisch.